Hallo allemaal. Vandaag iets heel anders dan eigenlijk breien, maar ook iets wat je wel kunt gaan gebruiken bij het breien. En dat is het splitsen van een draad. Je hebt wel eens van die trollenmutsen en dan moet je allemaal van die leuke kroeshaartjes hebben. Dan kun je dus proberen om dat met een hondenkam of hondenborstel los te gaan maken. Maar de kans dat het dan breekt is aanwezig en de ene garen leent zich daar wel voor en het andere garen niet. Nou, hoe kun je dat dan op een makkelijke manier gaan ontwarren? Nou, dit is het doorsnee garen wat veel gebruikt wordt. Het is Royal. En Royal bestaat uit drie verschillende draden die samengevoegd zijn tot één stukje garen. Nou, dit is de haargrens, om het dan maar zo te noemen. En vanuit hier wil ik dus alles gaan splitsen. Nou, wat je doet. Je draait eigenlijk tegen de draad in. Dan haal je er één draadje tussenuit. Eventueel met een naald. En dan ga je die er tussenuit halen. Totdat je voelt, hé, hij wil niet meer. Dan zie je dus een dikke klont. Die pak je eigenlijk voor de helft en die ga je dan naar de buitenkant steeds verder halen totdat dat een beetje uit elkaar geschoven is. En dan ga je weer vanuit de bovenkant en dan zul je merken, hé, één draadje komt er dan tussenuit. En dan zie je dus nog dat deze twee verbonden zijn. Omdat de draden al een hele tijd met elkaar verbonden zijn geweest, hebben ze de neiging om ook weer aan elkaar te gaan zitten. Nou, wat je kan doen, kijk, je pakt deze twee dan, je zet je hand ertussen en je gaat draaien. Dan voel je soms dat er een beetje weerstand is, want je ziet hier bijvoorbeeld dat er dan een klein wolletje omheen zit. Kijk, en dan trek je heel rustig dat uit elkaar. En je houdt de draad ook niet vast, want dan die draaien. Kijk, en je draait ook even zo mee, net zo lang totdat die hele bol eigenlijk los is. Nou, en wat ik al zei, ze zijn gewend om in elkaar te zitten, dus hou ze ook even uit elkaar. Nou, hier had ik er al eentje. Nou, je ziet het. Het heeft de neiging om dus weer te gaan krullen. Alleen het voordeel is dan dat je het al uit elkaar getrokken hebt, waardoor het dus nog makkelijker te doen is. Als je het maar rustig doet, want zo'n dunne draadje is natuurlijk een stuk minder sterk dan zo'n hele draad van drie samengevoegde. Dus, nog een keer. Je haalt er eentje tussenuit. Dan ga je heel rustig die eruit trekken. Ja, en voel anders gewoon zelf wat jij het makkelijkst vindt. Of het is gewoon een paar keer doen. Kijk, en hier komt dan zo'n dikke bij elkaar gevoegd. En die ga je gewoon naar de buitenkant. Want dan komt dat draadje wat meer naar boven. Kijk, en je stroopt hem eigenlijk als het ware af. Net zolang totdat hij er helemaal zelfstandig en vrijwillig uitkomt. Nou, dan zet je je naald tussen die twee overige. Je kan het ook met de naald proberen. Kijk, kan ook. Als die maar niet vastgehouden wordt. Ik denk dat het op deze manier, dus dat je met de draadrichting meedraait en hem op deze manier splitst, dat het nog eigenlijk het meest makkelijk is. Zolang die draad maar niet in je hand vast blijft zitten en dat hij dus los kan vreubelen. En zo heb je ook meer
Ontwar je hem even. Het gaat meteen natuurlijk weer in elkaar draaien, want ja, zo is die nou eenmaal. Ik kan hem nog een keertje gewoon even. Een hele tijdrovende klus, vooral als je een hele haarbos moet doen. Nou, ik hoop dat het hierdoor gewoon wat makkelijker wordt. Kijk, ik heb inmiddels al een bosje haar. Hartstikke leuk. Vooral als je een krullenbol wil hebben. Op hetgeen je hebt gemaakt. En zo is het in ieder geval toch nog een stukje makkelijker om weer uit elkaar te halen. En dat was het ontwarren, ontrafelen van een draad. Tot de volgende keer maar weer.